Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Black and White 2 Avatar Log met Sander van Spelletjes SB. Ja. Ja. Van Slukma SB. Slukma SB. Wat een. Ik heb gewoon 3 goede kaarten in die laatste TikTok, hè? Ja, dat is wel gewoon ziek. 3. Heb je hem gezien? 3 goede kaarten in 1 perkie. Nee, jij zei dat in een opname en daarna ging hem elke keer meteen direct weer door. Ja, maar dat is niet waar. Ik heb net een half uur op jou moeten wachten. Dat was geen half uur. Okay, echt? Was het zo lang? Wat spijt me. Oh. Het was wel lang, maar het was geen half uur, inderdaad. Maar toch 29 minuten, dus. Nou. Dat is een grapje. Dat is een grapje, Sandering. Dat zeg ik heel vaak, hè. Sandering, ja. Ja, gewoon. Nou, je zegt soms ook nog wel Sandering. Ja, Sandering. Dat zeg ik ook wel vaak, ja. Waardering? Volgens mij is dat zo'n Engels woord. Nee, dat is een Nederlands. Nee, dat is gewoon een Engels woord. Waarderen is namelijk. Ja, waardering is wel een Nederlands woord ook. Ja, dat klopt. Ja, klopt, zie je, dus het is wel een Engels woord. Dat klopt. Wat deed jij dat? Helemaal van apropos. Nee, ja, apropos. Eng. Ja, dat is in het Engels. Maar apropos. Waar ik even in het. Een opinie, die wil ik van niet. Van mijn apropos gerukt. Sorry. Waarom ik het zelf ook zo grappig? Het is best zielig. Maar nee, dat maakt even niet uit hoor. Nee. Dat is zeer zielig, ja. Nee, dat heb je goed hoor. Tenminste, nog iemand die erom lacht. Hey, dit zijn 2 happy ninis. Yo, weet je waar dit mij aan doet denken als ik Double Battles zie? Aan Double Battles? Nee. Lies aan Tate? Nee. Dierling? Nee, aan Trauma. Aan mijn Trauma? Ja. Nee, Colosseum is niet mijn Trauma. Ik bedoel Eterna Forest. Oh, Eterna Forest, ja. Yeah. Want daar was je toch... of. Ja, dat is altijd Double Battles, toch? Ook als die Cheryl weg is. Nee, als Cheryl weg is, is het enkel. Daarom, maar daarom dan moet deed Cheryl. Jij je tijdens die Cheryl. Ja. Ja, want daarom er stond er iets van bij dat jij die dubbel... Dat jij in Double Battles in Eterna Forest echt 14.000 encounters had gedaan. Dat klopt, ja. En het is niet eens overdreven. Het waren er echt 14.000. Nee, dat... ik heb het vandaag nog teruggezocht, want in... Waarom? Hè? Om mij belachelijk te maken, zeker. Nee, Kaizo Emerald... Ik wou bijna Colosseum zeggen, maar dat is niet helemaal waar. Nee, in Kaizo Emerald... Zij... dan moet ik het goed zeggen. Volgens mij... Zei Nando van... Dit is dus... Ja, had ongeluk. En toen zei Nando... Dit is dus waarom die Shiny hunt. Dus mijn reactie daarop was... Onder de video... Kun je zelf checken, hè? Kun je zelf checken. Ik tik me even in. Zei ik dus... Ja, je kunt het trouwens ook zelf checken. Maar ik zei dus van... dat hebben we gezien dat je zoveel geluk hebt met Shiny Hunten. Zoals die keer in Eterna Forest dat je een... Toen dacht ik, welke Pokémon had hij daar? Wurmple. En ik wist dat ik ergens had opgeschreven, zeg maar, hoeveel jij had. En dat vond ik zo interessant. Nee, om mij belachelijk te maken. Ik weet wel Nee. Ik ken in my defense. Ik heb een Excel-bestand... En daar heb ik op een wiskundige manier heb ik daar zeg maar in staan hoe die verdeling zou moeten zijn van shinies. Dus hoeveel kans je hebt dat waar je het meeste kans op hebt op hoeveel encounters. En daarin had ik ook jouw encounters gezet, want hoe meer data hoe beter. Eigenlijk zou ik het leuk vinden om met jou nog een keer gewoon in die plek terug te gaan. Dus gewoon een nieuwe save file te starten. Dat is niet eerlijk. Om een nieuwe save file te starten. En dan gewoon dat wij samen gaan proberen wie het eerst een shiny heeft daar. In BDSP. Ja, in Eterna Forest met Cheryl. Oké, okay, maar weet wel wat je dan vraagt. Ik ben volgens mij die shiny meester. Ik heb wel echt een aantal keer heel snel shinies gehad. Yep. In Sword and Shield met Masuda Meft vooral.
Ja, daar ging je wel lekker, ja. Alleen... wacht even hoor, ik kan het hier zien namelijk. Ik heb Growlithe. En... dat was niet Wooloo, dat was een andere. Ik heb over een andere nog heel lang geleden. Oh, Stonejourner natuurlijk, want toen kreeg ik er meteen twee. Dat wist ik wel. Dus, ik ben nog bezig met Growlithe, technisch gezien. Ja. En die is boven de 700, kan ik je zeggen. En die Stonejourner, dat was 1400. Dus dat is 1/10 van wat Milan heeft Ik heb nog een blaadje in mijn hoesje van Shield zitten. Met hoeveel encounters ik nog bezig ben voor Solrock in een eitje. Ah. Ook helemaal op een blaadje. Nee, maar ik denk dat het me wel vet lijkt om terug naar Eternal Forest te gaan en daar gewoon een race van te maken. Ja, we hebben sowieso vrij weinig shiny races gedaan. Ja, dat lijkt me best wel leuk. En kut. Nee, appa. Oh, wat zielige muziek. Maar, ja, dat hebben we inderdaad sowieso weinig gedaan. En we wouden natuurlijk sowieso nog een keertje... de starters doen in HeartGold Soul Silver. Maar ik denk dat die Eternal Forest dan misschien leuker is om nog eerst een keer te doen. Ik wil ook ooit nog wel een keer de rest van de... Ik bedenk me net dat die andere guy mij gehield heeft. Nee, maar ik wil ook ooit nog een keer de HeartGold Soul Silver starters opnieuw doen. Volgens mij heb ik ook al wel een paar encountertjes gedaan. Maar... ja... ben op zich niet heel actief mee bezig. Dat was ik toen ook niet eigenlijk. Nee. Ik heb toen ook echt een dikke jaar over gedaan. Ik heb met Paddy in Shield wel heel veel races gedaan. Ja, alleen toen had ik nog geen Shield natuurlijk. Dus in Gen 9, wie weet. Ja. Jij hebt op zich best wel weinig Pokémon trouwens. Dat klopt. Maar jij luistert maar hoe komt dat? Ja, je hebt ook... misschien typings die niet heel veel voorkomend zijn. Als je nee, maar ik water kiest, heb je water en gras. Je let gewoon helemaal niet op wat er bij mij gebeurt. Jawel, je bent Blaziken verloren en zo net een Appa. En je bent nog een andere guy verloren. Flygon. Oh ja. Die had en je toen ook zei nog. Ik nog van, ik ben de helft van mijn Pokémon's kwijt gedaan. Ja. Oh. De helft van 4 is 2. Ja, maar dat bedoel ik. Ik heb nu al 6. Meer zelfs. En jij had er toen pas 4, dus dan ben jij daarvoor ook al heel veel Pokémon kwijtgeraakt. Of, hè, je hebt gewoon niet. Deze guy mag ik niet vangen, maar jij wel. Ik ben niet jaloers dit keer. Wordt ik het tijd. Oh, nee, nee. Oh man, dan moet ik die kutspin gebruiken. Oh. Nou, ik hoef geen kutspin te gebruiken in ieder geval. Dat is een voordeel. Ja. Het is ook zo'n dom aapje, die kan natuurlijk niks. Dat is op zich ook wel logisch. Overheat, dood. Nee. Ik heb Flame Body. Dat is niet hoe Flame Body werkt, maar dat maakt niet body uit. Met Flaming. Ik vind die Flaming the Drift, die vind ik nog echt nog steeds. Oh, ja, fucking grappig. Flaming the Drift, toen waren we echt solid. Oh, ik had laatst ook... ik zei dus... precies hetzelfde met een andere persoon. Op precies hetzelfde moment. En weet je wat het eerste was waar ik aan dacht? Blaming the Drift. Nee. En ik wou zeggen, yo, is het Soling? Maar ik denk, ja, niemand snapt dat. Want nee. Ik ben de enige die zo fucking Pokémon nerdje is. Nee. Wat? Ja, wat? Vermoeiend? Nee. Daar hebben we het al eerder over gehad. Dit keer zei ik geen vermoeiend. Moeilijk? Nee. Oh, ik zei stond? Weep. Weep. Ik vind... Pokémon telt niet als weep shit. Oké. Okay. Plus, dat is de enige anime die ik kijk. Als je... zeker kijken. Ik kijk geen anime. Nee, behalve Pokémon. Daarvoor moet je One Piece kijken om een weep te zijn. Nou, ik vind sowieso al meerdere anime's. Ik bedoel, als je eentje kijkt, kan ook gewoon zijn omdat je het idee vet vindt. Oeh, Flareon, die wil ik ook. Yo. SMS Flare om... naar 99? 99. Dat is wel funny. Jij bent zo funny, hè?
Bunny guy. Yo, zit jij in een pak van die hagelslag? Want jij bent een funny. Hey, jij bent ook een funny. Ja. Funny guy. Die grap is wel goed trouwens. Nee. Die moet ik wel vaker gebruiken. Die is, ik vind hem op zich wel leuk. Ik ook, ik vind hem ook wel leuk. Ja. Ik zeg niet vaak dat mijn grappen goed zijn. Misschien omdat ze dat vaak ook gewoon niet zijn. Ben ik maar... in McDonald's? Want I'm loving it. Pa-da-pa-pa-pa. Dat klopt, ja. Wat zeg je nog wel eens meer zoiets? Ik denk dat ik altijd om moet lachen. Ben ik dit, want dit. What the fuck is dit nou weer? Wat? Wat deed hij? Waardoor ging jij dood? Daardoor ging jij dood. One hit KO. One hit KO. Hoe hoog level was die Bazinga? Hoger dan die Flareon. Ik heb het nu zelf gezien, maar anders had ik het eerlijk gezegd niet geloofd. Ik ga eerlijk met je zijn. Mm-hmm. Het is omdat ik het zelf gezien heb, maar... Ja, ik moet wel. Rotation battle, nee. Dat is de bane of my existence, ing. Ben ik dit of dit of dit? Want dit of dit of dit? Ja. Ja, ik zeg dat is wel. Ik zeg het wel vaker, zoiets zeg maar. Maar ik weet ook. Ja, die McDonald's, die komt. Vooral. Oh. Kut, dat is fairy. Dus dat is not very effective. Sander. Fairy? Ja, Clefable is een fairy. Never mind, we zijn eentje en 5. Poison Sting is niet super effective. Nope. Poison Tail ook niet. Maar toch doet hij het. Wat een crazy guy. Wanneer zeg ik dat nog meer? Het zijn echt wel... Ik zeg dat echt vaker. Dus er moet echt ook een aanleiding voor zijn. Dat klopt, ja. Nu ben ik zelf ook gewoon gefrustreerd. Nou, dat was kalm. Frustrating. Wat ik wel kut vind is, iedereen krijgt blijkbaar wel gewoon XP. Zo van, die rest heeft niks gedaan. Waarom krijgt niet alleen de guy die vooraan staat XP? Het is toch fijn dat iedereen XP krijgt, wat is het nou weer? Nee, want dan krijg je zo weinig. Oké, sorry. Nee, je hebt wel misschien wel gelijk. Nee, je hebt gelijk. Ik spijt me. Ik spijt me. Oké, okay, nee, ja. Leuk. Wat vond je van de Nederlands van mijn hand trouwens? Slecht? Ja, nee, dat klopt. Dat is een beetje primal, zeg maar. Zoals Primal Kyogre? Wat is dit? Primal Kyogre? Oh, ik ben water type. Nu. Dat is niet waar. Je bent gewoon een... Zag je wat hij deed? Ja, idee. Veranderen van type aanval. Ja, waardoor ik water typing werd. Waardoor dat niet super effective was. Ik want vind anders je was ook ik wel zo'n waterig type. Ja? Ja. Hij is wel nat. Jij bent ook wel eens nat. Kibum. Nou, als ik zwem. En als je doucht? Ja, ook. Ja. Ja, niet zeg. Klopt. Hoe weet je dat? Ik ben helderziende. Wow, jee, Bianca Ing. Metronome Blizzard. Oh, Bianca Ing. Ben ik blij dat ik geswitcht was. Als dat op zo'n bug typing was gedaan, dan was de bug typing doding. En nu kan ik de ice typing doen. Yo, derde wet. Oeh, een Palkia. Die mag ik. Okay. Yo, sick. Die Palkia wil ik wel. Ik zit nu echt met... Wanneer zeg ik dat? Ja. Ja. Komt vast wel een keer weer. Ja, maar niet vandaag meer, vrees ik.
Dat klopt. Niet zo hard over nadenken. Dat is Engels trouwens. Is het Engels? Dat klinkt meer als Spaans. Nee, dan is het nadenkels. Ja. Net zoals narco wordt narcos. Of zoals Carlo wordt Carlos. Carlos Boshartos. Ja. Ja, dat moet wel, toch? Ja. Dat is de enige Carlo die ik kon verzinnen. Of de Carlos van Big Time Rush wordt dan Carlos. Carlos Bos. Os, ja, oh ja. Ja. Kijk. Wing attack. Oh, ik moet oppassen. Kijk hoe ik hem noem. Palkia. Yo, is dat Spaans voor Palkia toevallig? Ja. Yo, dat wil ik ook nog een keer doen. Gewoon een Pokémon game. Dit heb ik vast ook al eerder gezegd. Dat heb je in deze serie denk ik al 3 keer gezegd. Wat dan? Dat je een keer een game in een andere taal wil spelen. Maar weet je ook welke taal ik het liefst zou willen? Ja, dat heb je wel gezegd. Maar dat kan dus niet, want die hebben geen andere naam voor een Pokémon. Het was Italiaans. Maar die hebben dus dezelfde Pokémon naam. Die hebben wel andere... Weet je dat zeker? Ja, heb ik opgezocht. Nee, die hebben wel andere interface, zeg maar. Dus die interface wel gewoon... Net als dat wij in Nederland... In Nederland hebben wij geen Pokémon. Oeh, zoet. Maar... Een triple battle? Wat is dit nou weer? Oh, dit gaat echt mijn dood worden. Nee, maar dan is de interface en alles wel gewoon Italiaans, maar dan de Pokémon niet. En dan dat haalt die moeilijkheid weg van, oeh, welke Pokémon is dit? Mm-hmm. Of het leuke deel van dat je zelf moet raden welke Pokémon het is, dat haalt het er vanaf. Dus dan maar Sander, moet je jezelf niet aanvragen of het voor jou nog wel moeilijker moet worden, een Pokémon game? Nou, ik heb maar 5 deaths in de Omega Ruby. En dat was met die... Stunfisk. Zonder die Stunfisk was het 3 geweest. Oké. Vind ik op zich redelijk. Ik denk, daar mag op zich wel wat meer spanning in. En sensatie? Sensatie mag altijd meer. Nou, dat is ook als je 0 hebt, dan mag ook... Als je 0 hebt, dat is fijne sensatie. Als dat mag in elke ding. Waarom denk je dat ik zo'n master mode deed, waarin ik zout ging eten en zo? Bot. Oh ja. Oh ja. Weet je dat niet meer? Ja. Dat was echt naar trouwens. Daar heb ik echt nog een week lang last van gehad. Dat ik gewoon dorst had. Nee, echt. Dat was echt, niet goed. Ik dacht, laat echt, waarom heb ik dat gedaan? Ik had echt een week lang een hele rare dorst. Niet normaal dorst. Van, ik heb dorst. Nee, het was echt apart. Hey, ik had dat gedaan en ik dacht, waarom heb ik dit ooit verzonnen? Dus ja. Ja. Nee, dat doe ik nooit weer. Nee, dat snap ik. Het was wel content. Yeah, maar content. De volgende keer. Ik had daarna even demiwater moeten drinken. Dan waren al die zouten direct weer uit mijn lichaam. Maar ja. Ik weet niet of dat goed is. Dat al je zouten uit je lichaam zijn. Nee, daarom zijn ontharders ook. Heel veel mensen drinken heel zacht water. Dat is dus ook water waar alle zouten uit zijn gehaald, waardoor het dus meer zout opneemt. Mm-hmm. Alleen dat is dus ook... wordt geadviseerd om niet alleen maar heel zacht water te drinken. Liever een beetje gewoon middelmatig. Want dan neemt niet al het zout op. En ja. Maar als je het 1 keer doet, dan kan het wel. En als je daarvoor heel veel zout hebt, dan is het misschien wel... Dan zou het wel kunnen, maar... Ja, ik zou het niet aanraden om dagelijks water zonder zout te drinken. Dus, boys, don't do it. Don't drinking the soutless in watering. Ja. Ik vecht tegen Go. Yo, ja, ik zie het. Yo, ik ben wel echt speedy gegaan. Ik kan nu al naar de volgende gym. Kabooming. Oh, ik dacht dat je ging zeggen van nu al. Ik zeg niks. Ik had dat verwacht omdat ik dat... Wordt alweer geframed. Nee, ik had dat verwacht omdat ik zelf eigenlijk helemaal niet zo vond dat het heel snel ging. Ga
gaat het ook niet. Alhoewel, vorige aflevering zat ik wel de vorige gym te verslaan. Omdat ik bij god geen idee had waar die was. Dus op zich is dat best snel, I guess. Ook dikke shit, echt. In de Kaizo. Nou, kon ik op zich wel waarderen trouwens. Dit was niet zo'n grote shit. Ik dacht gewoon, ja, heeft hij wel een punt. Ik heb hier een gigagrote Gigas gevonden. Een Reggie gevonden. Een gigagrote Reggie. Yo. Wat is het voor een cave? Palkia, Reggies? De Legendary Cave? Kibooming? Yo, battling? Ik was zeer teleurgesteld in die aflevering met die Diglas en die Dugtrio. Help me even herinneren. Voor mij is dat echt heel lang geleden dat ik die gezien heb. Hè? Ja, je hebt zo'n, dan was er zo'n farm. En daar waren allemaal Diglets en Dugtrio's die alle wortels opaten. En ik dacht van, oké, dit is de kans voor Diglett, Trio. En dat deden ze niet eens. Dat was zo. Dat is wel balen. Yo, hij gebruikt hacks. Wist je, zag ik vandaag een video... Ik zei toch dat ik vandaag niks gedaan heb. Ik zeg, bij alles wist je dat ik vandaag video's zag. Maar ik zag vandaag een video over Pokémon Arceus en hoe die eigenlijk niet te glitchen is. Dat het voor speedrunners heel veel tijd saved. Dus elke speedrun is eigenlijk een glitchless. Omdat je niet via glitches shit kan skippen ofzo. Dat vond ik heel interessant. Zal Nando blij mee zijn? Ja, weet ik niet. Nando is toch juist een speedrunner? Ja, daarom. Daarom was het ook sarcasme. Oh, het was sarcasme, man. Dat is Engels voor sarcasme. Nee, maar... Kijk, aan de ene kant laat het wel zien dat die game zit goed in elkaar. Ik wist niet zo goed wat ik me erbij voelde. Aan de ene kant vond ik het heel vet dat ze daar... zo goed over na hebben gedacht met... yo, hoe stoppen we zo min mogelijk glitches in de game? Mm-hmm. Aan de andere kant... Het heeft wel een charme, hoor. Als ik dan altijd die speedruns kijk van... bijvoorbeeld Ozzy en dan doen ze van die hele rare skips... dat ze echt drie keer door een muur heen gaan en zo. Dan ja, denk ik, okay. Dat is ook wel weer vet, hoor. Maar zijn... Ja, wacht nou eens even. Laat mij antwoorden, Sander. Niet elke keer door me heen. Go your gang. Oké, hij is dood. Ik weet niet meer. Nee, dat is onzin. Oh, vind je dat je door een muur heen gaat per se glitches? Ligt eraan. Ik vind dat een beetje lastig, want je kan door muren heen gaan, maar... Weet je, daardoor ben je wel sneller, maar het is niet zo dat je... Bij een glitch denk ik altijd meer aan dat je gewoon... net als in de originele Diamond and Pearl, zeg maar, dat je zeg maar in de void komt en dat je dan overal door kan rennen, zeg maar. Dat is voor mij meer een glitch. Ja. Nou ja. Will you please look after this? Is die gerandomized, die zoeken? Nee. Dan hoef ik dat niet te checken. Nou... In Odyssey moet je wel een bepaalde knoppencombinatie doen om door een muur heen te glitchen. Of je moet er wel echt moeite voor doen. Kijk, als je gewoon door een muur kan lopen met een cheat, is het natuurlijk heel anders dan dat je er actief werk voor moet doen. Nee, maar kijk, weet je, als ik vind met een glitch denk ik altijd van je dat je out of bounds gaat, zeg maar. En dat kan ook bij Odyssey, hoor. Dat heb je volgens mij. Maar kijk, als je door een muur heen gaat omdat je bijvoorbeeld bukt en je doet dan iets, zeg maar. Dan vind, ja, is ja, dan een glitch. Ik vind dat lastig. Ja, ik snap op zich wel wat je bedoelt. Maar, ja. Ja, is het een glitch? Ja, ik zou het wel een glitch noemen, want ik weet niet hoe ik het anders zou moeten noemen. Maar ik snap op zich wel wat je bedoelt. Maar... Ja, ik vind het wel, als ik dan speedruns kijk, vind ik het altijd wel iets van een charme hebben. Hé, ik heb niet die bug trouwens. Die jij voor de gang. Nee, inderdaad. Kutzo. Misschien ben jij niet een bug type. Nee, blijkbaar niet. Nee, maar ja, ik vind het wel altijd wat hebben als je dan van die speedrunners ziet. En als je...
ik heb vooral zoiets, als je er echt veel moeite voor moet doen, als het niet gewoon iedereen kan dit is, en je krijgt een glitch, zeg maar, dan vind ik het een glitch, omdat voor speedrun een acceptabele glitch. Ja. Omdat je er moeite voor moet doen en omdat het je moet oefenen, zeg maar. Ja. Ik heb ondertussen weer een Pokémon, ben ik verloren. Hè? Welke? Flareon. Oh, net ook een nieuwe aanwinst. Het gaat bij jou ook echt niet lekker. Nu is alles zowat een beetje een nieuwe aanwinst, maar... Jezus, wat deed dit veel damage weer! Ja. Oh, man. Blijkbaar. En dan mist die Ductrio ook nog. Wat een onzin allemaal. Als die... Ja, Palkia is dood, denk ik. Nee. Wauw, leuk. Oh, jeu, gaat ook echt niet lekker. Ik vind het echt een beetje vervelend. Ik ook. Ik wil gewoon graag jou blij zien. En als dit gebeurt, dan... Ben ik niet zo'n blije jongen. Nee, nou, en daar word ik een beetje verdrietig van. Dat is lief. Ja. Dat is lieving. Ik zie graag andere mensen... God, ik haat Spoor. Nee, ik zeg tegen hem ook eventjes, weet je. Dan weet hij dat. Oh, oké. We moeten geen Spoor meer gebruiken, ja. Het was niet om te vloeken of zo. Ik? Nee. Ik denk dat jij later geen machinist wordt. Want? Je haat Spoor. Nee, ik Spoor ook niet. Dat bedoel ik niet. Ja, dat weet ik. Ja. Maar ik deed... Nee, ik... Dat was meer een... Grapje, ik snap. Jouw... Ik snap Yo, leveling up, Ing! What the frick, Ing! Dat was ziek, Ing. Had ik al Nee, die heb je niet. I love ziek, man. Die moet je wel vangen als je die tegenkomt, hè? Ik vind wel... Ik wil ergens ook wel een meme-log doen of zo. Gewoon alleen met meme-Pokémon van mijn kanaal. Ja, maar Sander, dan heb je maar twee Pokémon. At the moment heb ik gewoon inderdaad niet zoveel Pokémon. Want ik heb Delcatty en Skitty, want die zijn kut. En dan zeg je altijd, ja, maar dat zijn toch je favoriete Pokémon. We hebben Trubbish, omdat ik daar altijd zo op haat. Dan hebben we... Ja, je haalt Trubbish, ja, dat vind ik wel heftig. Dan hebben we Slugma, want Kami Slugma. Klefki haag je ook altijd zo. Ja, maar niet zo uitgesproken. Trubbish en Delcatty meer. En Delcatty nog extra, omdat jij dan altijd zegt, hey, dit is je favoriete Pokémon. Dus dat is meer meme. En Seeking. Dus ik heb er eigenlijk maar drie en dat vind ik jammer. Ik denk, met de jaren heen heb ik zoveel Pokémon content gemaakt. Maar nee, blijkbaar niet. Sowieso niet inderdaad Slugma. Ja, Slugma moet. Seeking moet ook. Ja, en Delcat zou ik zelf ook nog aan te denken. Ja. Dat is van de Soling Linking. Soling Linking Park. Yo, dat is wel ziek. Dat vind ik een leuke referentie. Yo, ik ga call-outen naar Paddy. Ik weet niet of jij deze referentie kent. Als ik zeg... Brick on the Blame? Nee. Blame the Brick? Yo, I'm in too deep. Dan, zoals puntje puntje zou zeggen, weet je dan wie dat zou zeggen? Nee. Als ik dat zou zeggen, zegt het je dan iets? Als ik misschien nu zeg Sum 41, denk je dan, oh, of denk je dan? Nee. Wie? Ik heb geen idee waar het over gaat. Oh, dit is dus een liedje. 'Cause I'm in too deep. Nee, en, oh ja, die ken ik wel, ja. Ja, en ik maakte die referentie dus en Paddy kende hem niet. Ja, ik kende het ook alleen omdat je nu net zong, hoor, en ik het daardoor herkende. Nou, blijkbaar is het niet zo bekend wie dus bent.
slash zanger is. Oké. Okay. Oh, muzikaal niet opgevoed, Jezus. Nee, nee, grapje. Nee, jij bent gewoon iemand die gewoon graag against the current gaat. Ik wil het wel doen, maar ik ken niemand die dat wil. Hè? Jij zegt iemand die graag naar against the current nee, gaat. Nee, ik zei van, je bent iemand die graag against the current gaat. Oh, wauw, dat is ziek. Ik verstond het verkeer, waardoor het een heel andere betekenis in kreeg. Ja, jij dacht dat dat je graag naar against the current. Ja, dat verstond ik. Of dat maar komt against the current ooit in Nederland? Ja, in december zelfs. Wil jij daar naartoe? Nee. Oh, sad. Nee, ja, dan moet ik er alleen naartoe. Ik heb geen auto of zo. Het was volgens mij... Volgens mij was het dat niet in Amsterdam, maar... In 013 is het volgens mij Tilburg uit mijn hoofd. Oeh, dat is dicht bij mij. Yo, wacht eventjes. Ja, en dat was echt midden in de week, zeg maar. Dat was echt op een woensdag of zo. Maar zondag niet. Ja, nee, want dan is hij altijd. Dan is hij altijd gezond, toch? Ja. Alleen door de week was hij ziek. Precies. Okay. Het is jammer dat je hem uitlegt, maar dat bedoel ik wel. Ja. Ja. Zit normaal niet. Hoe heet die kut Pokémon ook alweer? Die hele lelijke Sword of Justice. Zit hier normaal. Oeh, die wil ik! Welke vind jij het lelijkst, zit ik dan vooral te denken. Er is maar één lelijke Sword of Justice. Keldeo vind ik niet heel lelijk, Virizion nee. Ook niet. Dan moet het wel die Terrakion zijn. Ja, die is ook lelijk. Ja, die is ook wel lelijk. Keldeo is overigens niet een Sword of Justice. Wat is dan de... Hè? Maar hoe heb je dan een trio? Cobalion. Moet ik zien voordat ik hem herken, vrees ik. Dat is, dat is een beetje een soort van blauwe giraf met een soort van bliksempjes bij zijn oren. Oh ja, ik zie hem nu. Ik vind die ook best lelijk. Nou, ik vind hem niet super lelijk. Ik vind ik snap wel dat je zegt Terrakion is de lelijkste. Dat is sowieso... Daar moet iedereen het over eens zijn, zeg maar. En... Ja. Ik wou zeggen, en ik ben mijn Staravia kwijt. Maar het scheelde niet heel veel. Ik had ook gewoon moeten healen. Ik weet ook niet waarom. Sander, er is hier een stalen Ferrothorn en een ijzige Celio. Die mag je allebei, want Ferrothorn is grassig. Ja, dat is waar. Ik wil sowieso die Chandler. Ik wou bijna hetzelfde, alleen toen zat ik te denken, hoe ging die melodie van het liedje ook alweer? Nou, nu weet je het. Ja, nu wel, ja. From the chandelier! Dankjewel voor het helpen herinnering. Ik ben zo'n herinnering boy. Ja, maar wel kan ik waardering. Dat is mooi. Oh, maar dit is... Nee, dat is fighting! Oh, ik ben echt... Tantoedom. Oh nee, Stollen is dead. Dat is dubbel. Wacht. Dat is gewoon 4 times. Ja, maar Sander, hij is geen fighting Pokémon, dus dat is toch helemaal niet zo heel dom. Hij deed net op mijn lucht guy. Daarom ging ik uit, omdat ik denk, oh ja, dat is natuurlijk neutral, dus ik moet iets goeds hebben. En toen dacht ik, Buck, wat is super effective tegen Buck? Zonder eventjes na te denken, naar wie ga ik uit? Want hij heeft zo net een fucking fighting type gedaan. Dat is inderdaad best wel niet zo heel slim. En ik had gewoon een poison type kunnen doen met mijn mierenzuur. God. Mierenzuur. Brick Break. Hoezo heeft deze guy alleen maar fighting types? Ik haat deze game. Sander, ik heb ook een Submission ook nog? Oké. Ik vind dit wel heel raar. Deze guy is een bug type, hè? Dat zie je, Pinsir. Ja. Dat weet je eigenlijk gewoon. Dat wel, zie je ook. Maar... Voordat je verder gaat, even een korte vraag tussendoor. Is het COOH of is het C00H? OO.
Nee, maar je hebt dus een bug type. En dan geef je die Vital Throw, Brick Break en Submission. En allemaal die, fight. Die ik niet gezien heb. Maar waarschijnlijk is dat Harden of zo. Want dat is de enige. Bug Bite. Nou, weet ik niet of die kan, maar zou kunnen. Misschien, weten we niet. Misschien niet. Houden we in het midden. Dat is toch bullshit? Dat is wel bullshit, ja. Ik bedoel, dat justified nog steeds niet mijn, mijn dingetje. Mijn domme actie. Als jouw battle zo klaar is, dan stoppen we de aflevering, ja? Ja, is goed. Oeh, maar ik vind ik nog steeds wel. Ik wil deze chandelier van, hè. Weet je wat goed tegen hem is? Kandelaars. Ice and Dark. Ik heb hier ook al Pursuit op, maar dat doet echt niks. Misschien doet Bugbite meer, omdat dat... Jezus, wat doet die kand... Waaah. Nee! Ik haat mijn leven zo erg. Ah, ik haat jouw leven ook. Wat? Wacht, hold up. Ik heb nog maar 3 Pokémon over. Gaat stockpiling. Ja, dan gaat ze de fans omhoog. Stockpiling. Ik wil gewoon snel klaar met deze guy zijn. Ga lekker kinderen ontvoeren dan. Echt out of context. Zeg maar, als je dit dus luistert als podcast en je weet niet dat dit een Pokémon serie zou zijn, hè? Stel, hè? Dan is het een hele rare opmerking. Echt heel raar. Dat is er van, gast, gaat alles wel goed met je? Ik maak er toch maar iets positiefs van, ondanks dat ik zo net stollen, ik herhaal, stollen, heb verdood, gedood, is het eigenlijk. Dan wordt hij zeker zo geheerd door de sand toen. Ben ik ook nog eens voor niks een Pokémon verloren. Oh, hij leeft nog. Oh, please fang hem. Oh. Dat was wel weer heerlijk, Zinkt. Godverdomme. I do be hating my living. Doe niet te veel, alsjeblieft, van... Dan moet ik je missen. De goede tijden in Pokémon Black 2 die we hebben gehad. En Sun and Moon. En Omega Ruby en Alpha Sapphire. Heb je zo vaak Samurott? Wat? Heb je zo vaak Samurott? Of bedoel je met mij? Ja, met jou. Oh, met mij. Omdat jij zei ik haat mijn leven. Oh ja. Nee, zo vaak heb ik geen Samurott gehad. Nee, want ik was in Omega Ruby was ik ook de fighting, de ground, zeg maar. Denk ik. Of niet? Ik volg je gewoon niet eens meer. Nee, ik mag geen Samurott. Want Samurott is alleen water. Ja, oh, je bedoelt en in onze avatar in lock. In Omega Ruby avatar lock mag ik geen... Ja. Mag ik... Omdat ik... dan fighting was. Of ground. I do be snapping you. Ik ga nog wel eventjes naar de PC. Niet te verwarren met de WC. Want dan wacht ik nog even. Extra lange aflevering vandaag. Nou ja, ik denk dat jij ook je battletje wil afmaken. Nee. Want dit is geen battle. Dit is een wilde battle. Dus het is wel een battle, maar geen battle. Snap je wel wat ik bedoel? Het is een battle, maar geen battle, tuurlijk. Easy. Yo, easy. Vonden jullie dit nou zo'n leuke video? Outro takeover. Nee, ga doe het, doe het. Ja? Oh. Oké, vonden jullie dit nou zo'n leuke video? Dan een blauw duimpje omhoog. Niet. Vertel even waarom. Dat is mijn eigen auto trouwens. Maakt niet uit. Denk je nou, yo, die Mian, dat is echt een leuke guy. Je zit al op zijn kanaal. Maar je mag mijn kanaal wel eventueel checken. Mocht je me kinda oké aan te horen vinden. En dan zie ik jullie de volgende keer bij zo'n nieuwe Avatar Lock. En daar ga jij hopelijk van genieten. Ik wil één ding nog zeggen. Ik wil één ding nog zeggen, Sandring. Ja. Weet je dat de duimpjes niet meer blauw zijn? Al heel lang niet meer. Dit is zo erg ingeburgerd bij mij. Of ingeburgerd. Ja.
Dit is echt mijn outro die ik al sinds 2015... Nee, dat is niet waar. Sinds 2000... heel lang heb. Oké, nou, bedankt voor het kijken. Doei.